De grote vissen eten de kleine. Dat geldt voor Schmid Zeevis in Rotterdam. De vishandel wordt namelijk ook getroffen door het besluit van het kabinet om de horeca te sluiten. Schmid Zeevis levert namelijk veel vis aan horecaondernemers. Het is natuurlijk een drama. Nou ja, de hele sector wordt natuurlijk geraakt en er werken tienduizenden, honderdduizenden mensen. En ja, dan wordt er allemaal even niet beter op natuurlijk. 2000 horecabedrijven die we direct en indirect bedienen. Hè, dat bedoel ik via andere groothandels zoals bijvoorbeeld de Zegro. Maar ja, dat is natuurlijk 2000 keer een drama. Dat is gewoon zo, ja. Je denkt dat je drie marktsegmenten in spreiding hebt. Export, cruise en horeca. En alle drie wordt eigenlijk gewoon op slot gedaan. Ik moet ook zeggen dat we altijd vinger aan de pols hebben gehouden bij de directe consument, CQ. Mensen die de winkel komen bezoeken. In 2011 hebben we de webwinkel opgestart. Ja, en daar halen we nu wel zeg maar omzetten weg. We spelen in op de retail en de online supermarkten. We hebben zelf een winkel en een webwinkel. Die draaien dadelijk weer als een malle. Dat kan niet anders, want ja, mensen zitten thuis.